desert me, don't turn back now that we're here. Wij willen op Stage Entertainment heel graag een grote manier, een grote musical lanceren. En Anastasia is een grote musical, een grote, rijke Broadway musical. Ik ben ongelooflijk trots, maar ook op de pers, want jullie zien er ook allemaal prachtig uit. Maar ik denk dat we met z'n allen uitstralen wat Anastasia is. Dat het echt een nieuwe grote musical is. Met mooie kostuums, met rijkdom. En dat straal je hier met z'n allen uit. En met een fantastische cast, hè? Ja, bizar. Iedereen is prachtig gekleed. De ruimte is waanzinnig mooi. Ik ben natuurlijk net een paar dagen in Sint-Petersburg geweest, maar deze ruimte doet er niet van onder. Het is... We repeteren 9 dagen en we hebben... Was dat gisteren? Dat was gisteren. Een doorloop gedaan van de eerste acte. Ik bedoel, en dat is toch, de helft zit er al op in 9 dagen. En we hebben gelukkig nog eventjes. Dus wij maken deze week, gok ik, de tweede acte af. En dan hebben we een tijdje van dat we dingen kunnen doorlopen en refinen en details vinden en zo. Dus het gaat hartstikke goed en we gaan heel erg snel. Maar we zijn in goede handen van Caline Brouwer, onze regisseuse. Die doet dat fantastisch. Ja, ja, heel blij, leuk. Tevreden, hoopvol, happy. Het gaat heel snel. Het komt er ook nu allemaal... Of moet ik even wachten? Je moet even wachten, René. Okay, dan wacht ik even. Dan kom ik zo Zit terug. Zit je weer ermee? Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Het is wel schizofreen, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik heb... even kijken. Vandaag is dag 10. En ik heb... Nou, wat is het? Anderhalf week? Nee, 9 dagen geleden de laatste Funhome gespeeld. Waar ik ongelooflijk van genoten heb. En omdat je doorgaat, is die voorstelling al wel weg. Omdat ik me hier gewoon op focus en op mijn nieuwe rol. Maar het is wel, ja weet je, ik hou van het vak. Dus het is wel heel leuk om dingen te doen en door te gaan. Het is een wonder dat we zo snel, want met dit soort collega's snap ik niet hoe we in godsnaam al een doorloop hebben kunnen doen. En toen werd er gebeld vanuit Stage Entertainment van, goh, we hebben audities gehouden. Maar we hebben nog een positie die open is en we zouden het leuk vinden als je komt auditeren. Toen ben ik gaan kijken en toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel een heel mooi en bijzonder verhaal. En toen ben ik gaan auditeren en toen heb ik het gekregen, die positie die nog open was. Dus hartstikke mooi. Nou, als resident director ben je zo meteen eindverantwoordelijk eigenlijk voor de kwaliteit van de voorstelling. Dus Carlien Brouwers die zet nu de voorstelling helemaal in elkaar zoals het moet zijn. Maar na de première is het hele creatieve team weg. En dan ben ik degene die ervoor mag zorgen dat alles goed blijft. En dat de understudies ingewerkt zijn. En dat die minstens net zo goed zijn als de first cast. Ik weet niet of ik helemaal kaal ga, maar ik denk wel heel kort. Gemillimeter, denk ik kort. Ja, het wordt toch dunner vanzelf, hè? Nee, dus dat waarschijnlijk. Maar misschien worden er ook nog wel pruiken. We zijn nog een beetje aan het kijken. Maar ja, het is de klep is gewoon een mens van vlees en bloed, dus het kan eigenlijk alles zijn. Hè? Aan een tijdsbeeld of een ding. En, dus hij kan lang haar hebben, nou, dan moet het een pruik worden. Ja. Maar het kan ook heel dunnig zijn, nou, dat is mijn eigen haar. Of het kan heel kort. Dan moeten we even kijken. Nog. We gaan het zien. Dus... Ja, we hebben inderdaad gisteren na 9 dagen onze eerste doorloop gedaan. En niet alleen dat, hij ging goed. Ja. Dus dat is natuurlijk altijd fijn. Overhangtjes klopt, iedereen was waar die moet zijn. Dat zelfs al, weet je wel, echt... Maar het fijne aan deze cast is, René, die zei dat toevallig vandaag. Iedereen zit er met zijn hele hart in. Iedereen zit met zijn hele hart in deze show. En wilde het op zo'n mooie mogelijke manier doen. En streeft echt naar het beste. En daarom gaan we ook zo snel. En iedereen is ontzettend gedreven en wil het gewoon graag. Ik ben hier aangenomen als swing, Anastasia. Dus dat betekent dat als ik de show moet starten, dat ik in deze prachtige jurk mag. Soms gaat de zweep erover, dat is ook belangrijk. Maar het is ook vooral als inspirator. En proberen leuke nieuwe creatieve dingen te vinden. Zodat je understudies niet precies copy-paste wat je first cast doen, maar een eigen versie kunnen aanbieden. Dus ik zie mezelf niet zozeer als een politieagent die gaat onderhouden wat Carlien ooit heeft gezet. Maar ik zie mezelf meer als iemand die creatief mensen kan blijven inspireren. Zodat als zouden we show 500 spelen, dat het nog steeds weer leuke nieuwe creatieve dingen heeft. Heel erg moeilijk en de leeftijd gaat ook meespelen. Maar nee, ik swing eigenlijk alle zangposities. Dat wil zeggen alle ensemble zangposities. En ik ben de cover van Ad Knippels. Vlad. Ja.
En dat is, ja, dat is natuurlijk een geweldige rol. Die heeft zoveel in zich en die finesse en de humor die het met zich meedraagt, ja, dat is gewoon heel mooi. Dus daar ligt voor mij dan weer de uitdaging in. Nou ja, het is weer echt een musical. Ik denk dat je dat ook merkt bij mensen. Dat het is zo mooi gecomponeerd, het is zo mooi vormgegeven. Dat als je in de zaal zit en je hoort die muziek klinken en je ziet die decors en die kostuums, denk je, ah, dit is een musical, een rijke musical. En daar zijn we enthousiast over. Ik heb mijn best ervoor gedaan. Ja, ik heb het heel druk gehad van tevoren. En ik heb echt... Ik naar beneden moet. Ja, ja. Nee, ik heb me 4 dagen van tevoren opgesloten. Het is een superleuke groep. Je leert elkaar kennen in een hele korte tijd. Je werkt heel intensief met elkaar. En nu na 9 dagen hebben we net de eerste acte al eruit gejast. Dus het wordt hard gewerkt. Jezus, dat had ik niet zo stil. Ja. Oké, wauw, dat gaat inderdaad heel snel. Ja, nou, we liggen hartstikke op schema hoor. Want de productie is ontzettend gecompliceerd en ontzettend groot. We hebben een enorme cast met veel liedjes, veel decor en zo. Dus we gaan eigenlijk, we liggen heel goed op schip. We gaan heel snel. Maar niet te snel in ieder geval. Dus dat is ook wel belangrijk. Ja. Ik wil er niet aan denken. Ik wil er niet aan denken. Nee. Ja, nee, dat komt goed. Dat voelt heel erg snel. Ja, dat is ook heel erg snel. En dat is voor mij ook wel echt weer wennen om in dat stramien te komen van 6 dagen in de week repeteren. En van 's ochtends tot 's avonds. En het voordeel is met deze show, hij is natuurlijk al gedaan. En het is nu eenmaal zo dat het een soort kopie wordt van. Met heel veel vrijheden die erin zijn. Maar het skelet, dat is er. En daarin zijn er gewoon heel veel vrijheden. En voor mij is het wat dat betreft dan heel fijn om langs de kant te zitten. En mee te schrijven met al die verschillende tracks. En dat alles in me op te nemen. Ja, en ja, ik vind het geweldig hoe het gaat. Dat we eigenlijk binnen een week die hele eerste act hadden aangeraakt. En binnen 3 dagen muzikaal de hele productie door hebben genomen. Nou, dat vind ik echt uitzonderlijk. Dat vind ik echt heel knap. Ik was heel zeker. Nee, het is maar goed dat ik mijn tekst al geleerd heb. Want zo schiet dat natuurlijk niet op. Nee, ik heb me echt 4 dagen van tevoren echt opgesloten. Want meer tijd had ik niet. Dus ik heb redelijk snel alles erin kunnen stampen. Gelukkig hebben we natuurlijk ook weten van de dag van tevoren welke scènes we gaan doen. Dus dan kan je er nog even doorheen. Maar ik heb wel geprobeerd het altijd om zoveel mogelijk te kennen en zoveel mogelijk te leren. Ja, maar weet je, we hebben zulke goede mensen. Als producent moet je ook durven vertrouwen op de fantastische creatieve mensen die je hebt. En gewoon zeggen, jongens, ga het maar doen. En ik wandel eens in de zoveel tijd binnen. En dan ga ik kijken aan doorlopen. Zeg ik, zou dit anders doen, dat anders doen. En dan gaan we prachtig op naar die 5 september. Het kan eigenlijk alleen als een groep volledig committed is aan wat ze moeten doen, voorbereid is, wil investeren in elkaar en kwetsbaar zijn. En dat is deze groep heel erg. En wat scheelt is dat mise-en-scène gezien en op een afkomst, dat wel al bepaald is. Ik vind dat nooit zo erg, maar zo'n grote show, ik ben dat gered van Aida, van Saigon en Lemis. En ik vind dat nooit zo erg, want daar is echt wel over nagedacht en het is heel logisch. Dat scheelt heel veel tijd. Dus die 9 dagen zijn wel 9 dagen lang alleen maar gegaan over je noten, je tekst en de inhoud. Omdat je niet na hoeft te denken, Carlien zegt gewoon, nou, je moet daarop en daar moet je staan op dat punt. En dan gaan we het hebben over waarom, hoe en wat je er doet op die weg daarheen. Dus dan kan het in 9 dagen. Als we de hele show hadden moeten maken, had het niet gekund. Maar heel veel is al gemaakt, gelukkig. En dat moeten wij nu invullen op onze eigen hopelijk mooie manier. Ja, maar het gaat wel heel goed. Ik bedoel, er wordt op, ik weet niet hoe ze het precies gedaan hebben, maar ze hebben op een bepaald schema samengesteld dat je van het ene naar het andere gaat. En we werken met een heel ervaren team, hè? Carlien Brouwer en Denise Holland en Bernard van de regie en de dans en de muziek. Die kennen de voorstelling zo ontzettend goed. Dus wat ik bij Carlien hoor, is inhoudelijk over het spel. Wat ik bij Bernard hoor, is muzikaal, maar gaat ook over de keuzes die muzikaal gemaakt worden vanuit het spelen. En bij de dans idem dito. Het gaat allemaal over het spelen en over de invulling van de rollen en het stuk en de inhoud daarvan. Dus het vult elkaar alleen maar aan de hele tijd. Dus je werkt keihard, maar je werkt de hele tijd aan hetzelfde. Elk pasje, je weet waarom je elk pasje doet. Ja, het was heel tof. Het was echt, ik heb gekeken
En Albert zei daarna, jullie nemen ons echt mee in het verhaal. En dat was ook zo, dat heb ik zelf ook zo ervaren. Oh, het is een beetje zo 50-50. Kijk, ik ben natuurlijk heel blij dat ik mijn wegen ken, om het zo maar te zeggen. Dus ik ken de rol in de grote lijn. Maar het is natuurlijk een totaal andere taal. Dat is als eerste. Dus ik moet de taal van Duits naar Nederlands. Dat is best wel een dingetje. En daarbij zoek ik met Carlien ook naar een hele nieuwe versie van de rol. Dus ik probeer iets totaal anders te spelen dan ik in Duitsland in. Wat voor mij ook heel fijn is. Dat ik niet in de routine val de hele tijd. Maar er komen wel natuurlijk haken en ogen bij kijken. Ik bedoel, die eerste 3 dagen dat ik gerepeteerd heb. Dan kwam af en toe, dan begon ik opeens in het Duits te zingen. Dan dacht ik, oh nee. Nee, Nederlands, weet je wel. Dus dat is... Maar goed, dat begint langzaam te dalen. En langzaam begint daar ook zijn rust. Begin ik mijn rust te vinden. En dat helpt wel enorm, gelukkig. Dat denk ik wel. Ja, er is niet tegen mij gezegd, je moet hem zo spelen. En ik heb de voorstelling niet gezien. Dus, zonder uit te spreken, gaan heel veel dingen op hetzelfde misschien. Of het zijn al gedaan, maar ook heel veel dingen zijn... Ik ben een ander personage dan de Spaanse jongen of dan Matthias in Duitsland. Nee, ja, het op toneel staan is heel erg leuk. Is echt iets wat ik heel graag ook blijf doen. Maar het een sluit het ander niet uit. En ik heb heel veel geleerd van 2 jaar op toneel staan bij Soldaat van Oranje. En ik heb ook heel erg veel geleerd van mijn residentschap bij de Bodyguard. En dit is gewoon heel mooi. Het leuke van een resident zijn is dat je niet een klein geheel bent van de voorstelling. 1 persoon op toneel. Maar dat ik alles mag gaan aansturen. En dat is heel erg leuk. En dat leert mij ook weer heel veel. Ik kan mensen iets heel veel geven. De mensen op toneel kan ik heel veel geven. Maar ik krijg ook heel veel van ze terug voor mezelf. Als persoon en als acteur. Waar je heel veel van kan leren. Mooiste, nou, dat is misschien het beste voorbeeld. We waren aan het repeteren. Milan heeft natuurlijk, is door de andere taal maakt het al anders. En Carlien zei ook gelijk tegen hem van, nee, dat heb je in Stuttgart gedaan, maar ik wil nu even iets anders zien. Probeer hem even zo. Probeer hem hier even niet zo, maar doe hem even net even met een andere insteek. En daar is Carlien heel goed in, hoor. En dat is ook gewoon leuk. En hoe je dan uiteindelijk uitkomt en zo. Maar het zijn mensen van vlees en bloed. Dus je kunt hem spelen van, oké, je komt nu binnen en je bent heel zagrijnig en je hebt een klote dag gehad. En je kunt spelen, maar je komt weer binnen en je hebt een hele leuke dag gehad. En dan zeg je diezelfde tekst, maar met een andere intentie of een andere subtekst. Maar dat kan zelfs als we aan het spelen zijn al. En dat maakt voor het raamwerk van de voorstelling misschien niet zo heel veel uit. Maar het maakt voor ons, om het elke dag te doen, wel heel veel uit. Nee, stress niet. We weten wel dat we allemaal hard moeten werken en echt goed aan de bak moeten. Maar het is niet dat we over de materie heen razen. Er is tijd genoeg om te bedenken, oké, hier moet je staan. En dan ga je bedenken, oké, hoe gaan we dit invullen? Welke emoties zit erachter? Dus ik denk dat we een heel mooi product gaan neerzetten met z'n allen. Ik bedoel, we staan ernaast. Het is waanzinnig mooi. Deze jurk is er eigenlijk nog niets bij, zo ongeveer. Het is waanzinnig mooi wat ik aan mag. Ik mag op het einde eindigen in een jurk die ongeveer 12 kilo weegt ook. Ja, en de jurk van het Tsarina is nog zwaarder. Maar het is allemaal handgenaaid. Swarovski steen zit erop. Het is zo mooi. Ja. Vladimir is een van de 2 charlatans in het stuk. Die samen met Dimitri in Sint-Petersburg zit aan de grond. Ze hebben een paleis gekraakt. Ze hebben het ongelooflijk koud. En ze hebben gehoord dat de voormalige keizerin moeder, die nu in Parijs zit, een beloning uit heeft geloofd om haar kleindochter te vinden, die bij de executie van de Romanov, zeg maar, zou zijn overgebleven, ontsnapt. En zij willen een meisje opleiden wat voor Anastasia door zou kunnen gaan om dat geld te innen. Dus ze vinden een meisje, Anja, Tessa, Sunny van Tol, en ze trekken met haar naar Parijs om dat geld. Ze leiden haar op en ze gaan daar naartoe. Nou, Klep is een op de ladder reizende Sovjet-officier die steeds hoger komt. Nou, dat kan in dat systeem alleen maar als je dingen doet die niet altijd even vriendelijk zijn. Maar hij is er echt oprecht van overtuigd dat die revolutie goed is geweest en dat het nieuwe regime echt goed is voor het volk. Hij is een overtuigd communist, denkt daarin heel zwart-wit. Heeft een blind geloof in de heilzaamheid daarvan. En gaandeweg komen daar wat barsjes in. Wordt het wat grijzer. Het heeft ook te maken met het feit dat hij verantwoordelijk is om de Anja's op te sporen. Er zijn heel veel meisjes die zich uitgeven als Anastasia, want er is geld mee te verdienen. Hij moet die opsporen en dat is een soort routinejob waar hij geen zin in heeft.
Maar hij moet er ook voor zorgen dat Anastasia niet echt leeft. Want het regime zit niet te wachten op een nazaat van de Romanovs. En zijn vader, dat is ook wel interessant te vertellen erbij. Het is wat uitgebreid, maar dat moeten we even. Zijn vader was onderdeel van het vuurpeloton die de Romanovs geëxecuteerd hebben. En zijn vader is daar kapot aan gegaan, want die kinderen zijn ook geëxecuteerd. Nou, mensen hebben misschien de laatste zaar gezien, maar je kunt het ook gewoon lezen in de geschiedenisboekjes. Het executeren van de Romanovs had nogal wat voeten in de aarde. De kinderen hadden zoveel juwelen op hun jurken dat het eigenlijk fungeerde als een kogelvrij vest. Dus die kinderen, die kogels, die sprongen eraf. En ze hebben letterlijk die met bajonetten nog... Nee, maar goed, dat zit niet in de musical hoor. Maar ik bedoel, dat is goed voor het personage wel historisch interessant te weten. En... Maar die vader die is daar redelijk aan onderdoor gegaan, ook aan de schaamte daarover. En dat neem ik als klep mee. En op het moment dat dan ook er dreigt een andere Anastasia te zijn, is dat A, een schandvlek voor het regime, voor mijn vader. Want hij heeft niet iedereen geëxecuteerd. Dus dat moet ik rechtzetten. Maar die Anya die ik dan ontmoet, ik weet niet of ze Anastasia is, maar zij intrigeert mij wel. Het is een bijzondere vrouw. Het is geen liefdesromans of sensualiteit, maar het is een soort... Ik wil wel dat zij veilig is, dus ik hoop dat zij niet Anastasia is. Want als zij wel Anastasia is, moet ik haar vermoorden. Dat conflict zit een beetje in... Lily is de hofdame van de oma van Anastasia, de voormalige keizerin van Rusland. De moeder van tsaar Alexander. Die is op een gepaste tijd vertrokken uit Rusland, omdat ze voorzag dat het niet helemaal goed zou gaan. We vermoeden dat Lily ongeveer op dat moment ook wel met haar mee is gegaan. Lily verzorgt haar. Ziet al 10 jaar hoe zij lijdt onder het feit dat ze haar hele familie is kwijtgeraakt. En dat er heel veel meisjes zich aandienen als zijnde de zogenaamde Anastasia. Maar eigenlijk alleen maar uit zijn op geld. Ik leef me eens per week uit in de Nieva Club. Dat is een Russische club in Parijs waar we lekker tekeer gaan. En in de Russische sferen van vroeger. En Vlaat is mijn ex-lover uit de tijd dat ik daar nog woonde. Wij hebben een zeer gepassioneerde relatie met elkaar gehad. Hey, het is absoluut een grote bijrol. In die zin dat ik... 3 grote songs heb. Dus dat is wel... Dat is een 3 prachtige songs ook, vind ik zelf. En wat scènes, maar niet... Ik ben niet een personage wat de hele avond on stage is. Drie... Een Javert in Les Mis ook niet, bijvoorbeeld. En het is een grote show. Dus nee, maar het is niet... Ik ben niet... Maar ik vind het heel leuk, omdat het... Het is een... En ik vind het ook lastig. Want Klep is een absolute tegenkleur in het hele verhaal. Hij is het regime. Hij is het grijze, het grauwe. Waarbij Parijs of Vlaat en Dimitri zijn de straat of het kleurrijke. En dat is heel leuk om te spelen. Het is een groot tegenkleur, maar het maakt ook dat je een totaal andere energie hebt in de voorstelling. Dimitri kan nu naar de Albert Heijn gaan, het 's avonds als hij klaar is met werk. Nee, ja, tuurlijk. En het heeft ook te maken met de mensen met wie je speelt en die tegenover je staan. Ik bedoel, ik heb een totaal andere Anya nu in Nederland. Tessa is totaal anders dan Judith bijvoorbeeld die in Duitsland. En dat maakt ook wat uit. Ik bedoel, dan worden scènes ook anders en totaal andere energie. Maar wat ik zeg, ik vind het alleen maar superleuk. En dat geeft een hele nieuwe twist aan die voorstelling. Jawel, Vlaat is een schatje. Maar Vlaat is ook een beetje opportun. Want die moet zien dat hij het redt in dit leven. En die is niet van adel. En die heeft niet een rijke man of vrouw kunnen trouwen. En dit is een survivor. Maar wel een met, denk ik, zijn hart op de juiste plek. En hij heeft bij mij in ieder geval een hele bijzondere plek in mijn hart. Ook al heeft hij dan 10 jaar geleden mijn diamanten ring gestolen. Maar als hij na 10 jaar weer voor mijn neus staat, dan ben ik nog wel boos. Maar de liefde is nog steeds niet weg. Dus ja, ik help hem weer. Ik heb ongelooflijk veel zin in, maar ik heb ook nog zin om de rest van het stuk te ontdekken. Want we kennen nu de eerste helft, zeg maar. We zijn met de tweede helft bezig. En ik heb, het is... Zo ongelooflijk leuk dat ik wil nog wel even genieten van die tweede helft die we nu aan het onderzoeken zijn. En dat de verf wil maken en laat dan het publiek er maar bij komen. Nou ja, om alle dingen die ik net gezegd heb. En daarbij, nou ja, maar ook wel serieus, omdat ik de reden waarom ik zelf dit heel graag wilde doen. Ik vind in het Circus Theater moeten
producties staan waarbij je even 2,5 uur vergeet dat er een andere wereld is. En dat het grotesk is bijna, of groots. In decor, in kostuums, in muziek, in orkest, in cast, in zang, in ensemble. En dat is dit allemaal. Het is een... Een musical theater show at its best, vind ik. En je moet bijna traditioneel, je moet bijna uitkijken dat niet een scheldwoord is. Maar het is zoals je hoopt dat het is. Als je als 10-jarig of 9-jarig meisje in de zaal zit, kun je wegdromen bij als prinsessengehalte. Er zit waanzinnige muziek in. Je kunt het geheel. Het is. Ik ben oprecht, vind ik het een hele grootse, mooie productie. Met gewoon even ontsnappen aan het alledaagse. Zeker in de winterse dagen. Nou, het is een liedje wat er ook in zit in winterse dagen. Maar zeker echt in de herfst en met de regen en straks met december. Ja, dan wil je gewoon even in dat ruststand van de jaren 20 zijn. En in het lichte Parijs van de jaren 20. En allemaal komen kijken. Kom je 5 september? Oh, nou hard. Spannend. Was het eerst trouwd, hè? Ja, weet ik. Dit was hem. Fijne avond.